Boas, wat zou ik vandaag niet gaan doen? Ja, jij zou hem niet kapot maken, maar wat doe jij nou weer? Maar ik ga zo meteen gewoon even bellen en er is vast wel iemand die dat weet. Hallo allemaal, jongens, meisjes, dames en heren. Welkom in weer een nieuwe vlog. We gaan vandaag naar Boring Drive. Ik heb er helemaal zin in. De auto staat in ieder geval gewoon klaar. Ik hoef niet te poetsen of iets ergens. We kunnen gewoon gelijk gaan rijden. Ik ben onwijs benieuwd naar de cold start, want die heb ik zelf hier ook nog niet gehoord. Dus ik ga hem even opnemen voor jullie. Ik ben benieuwd. We hebben een monster gecreëerd. En dat is gaaf. Dat is leuk. Daarmee ga ik vandaag Boring Drive rijden. Boring Drive gaat vanaf La Plas in Maasbergen naar de postbank om een tussenpauzetje te houden. En vervolgens rijden we naar een kartbaan. En dat is een kartbaan in Driebergen. Dat is het. Het is weer zondag. We zijn weer eens weg. Ik ben lekker even een klein hapje aan het eten. En dan komt er gewoon deze nieuwe Supra even aangeblazen. En dat is toch wel een heel erg lekker zicht er onderweg. We zijn nog steeds onderweg naar de startlocatie. Lekker man, we zijn aangekomen op de startlocatie. Komen onderweg natuurlijk Björn nog even tegen. Dus die lawaaimaker is er ook erbij. Het wordt weer een gouden dag, dat weet ik nou al. En kijk hem gaan, hier is die dan. Hoe is het? Goedemorgen. Ik heb hem nog niet gehoord. Hallo. Iemand wil hem horen volgens mij. Ja. Goed? Dat is normaal. Dat ding is heftig. Gratis gehoorbaar schadelijk. Hij is lekker, hè? Bizar. Kijk aan, jongens. Bij daglicht. Ook altijd lekker. Goedemorgen. Zien we hem een keer bij daglicht. Ja, hij is deze keer geen 1600 keer kapot. Hij moet nog de hele dag rijden, hè? Dus, ja, dat is waar. Dat is waar. Hij is echt gaaf. Zo zie je hem een keertje, hè? Toch weer anders dan onder de lampen in een hal. En het is tijd voor de goodie bag check. Ik ga even kijken, nou, misschien is dit makkelijker als ik hem gewoon zo platje omdraai. Hey, rush, poetsmiddel. Altijd handig, met spuitje erbij natuurlijk. Dan hebben we nog een wafeltje, altijd lekker. Wat kortingsvouwtjes, ook altijd goed. Boring Drive actie, gratis verzending, raamsticker. Hartstikke idee. Spaatje rood, nog een gevulde koek. Een chippy erbij. Nou, kijk eens aan. Flytag, altijd goed hè. Dus dat is de goodie bag check. Ben er tevreden mee. Ik heb hem ook weer lekker geparkeerd, jongens. Kijk hier, helemaal plat op de grond. Nu kan je erop staan hè. Letterlijk hè, letterlijk. Nou, laat eens zien. Ja, dit vind ik wel... Jij kan dat. Ja, maar wat nou als die dan zeg maar... Er zit nog steeds lucht tussen, toch? Nee, het kan echt. Ik heb het net zelf ook op. Hier zo. Oh. Nu nou, rijder nummer 21 komt ook aan. Ja. Dus welkom heet met een goodie bag. Nee, hoor je hem nu om je? Iedereen onder de 400 pk alsjeblieft van de parkeerplaats af. Ja, dat is het. Dat zou echt zo vet zijn. Wil die meneer met die oranje wagen zijn auto fatsoenlijk parkeren? Want hij staat te ver naar voren. Niet normaal, wat een geweld hier zo. Echt niet normaal. De ene na de andere harde uitlaat, allemaal klappen. Niet normaal. Eén grote chaos hier op die parking. Wel een leuke, gezellige chaos. Midden in een rit, een rustig weggetje en dan gaan ze allemaal staan burnen en dat soort dingen. Volgens mij is dat burnen daar. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Niet normaal, jongens. Ach ja. Ik zag de zwarte strepen al op de weg staan. Gewoon. En ik ruik het rubber. Echt bizar. En zo zie je maar weer, Boring Drive is helemaal zo boring niet. Boring Drive is best leuk. Ja, mooie omgeving, mooie huizen waar we langskomen. Mooie weggetjes. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Jongens, ik heb hier nog nooit gereden, maar dit is gaaf. Alleen maar grote huizen, links en rechts. Niet normaal meer. Hier nog net een nieuw bouwtje zo. Heerlijk. Allemaal dikke huizen. Rieten daakjes, noem alles maar op. Dit is echt chic de Paris, hè. Man toch. Komt gewoon ogen tekort. Allemaal mooie huizen. Oh,
En zo gaat het dan de hele dag. We zijn bijna bij de tussenlocatie, dus daar ga ik nog even wat auto's op de film zetten voor jullie. Ondertussen ga ik even twee handjes aan het stuur houden en gewoon netjes auto rijden. Boas, wat zou ik vandaag niet gaan doen? Ja, jij zou hem niet kapot maken, maar wat doe jij nou weer? Dat weet ik niet. Ik zei het ook nog gewoon echt 10 seconden ervoor. Ik heb een klein druipertje, denk ik. Oh. Waar, waar moet je naartoe? Ja, je moet er niet wachten tot die afgekoeld is. Ja, dat gaat hem niet worden zo. Nou, dat zie ik dus ook even niet. Ik ga het heel even roep die meneer van de natuurmonument. Ik ga gewoon MRT uit de motor bellen. Ik heb er wel verstand van. Hey, maar als je de klep dicht doet, zie je het niet. Nee, daarom. Dat is toch goed? Maar ik had van de week ook al, toen kwam het hier uit op mijn voorruit. Dus dan had ik al zoiets van, maar toen kon ik het niet vinden. Maar nu kon ik het vinden. Ja. Dus ja, maar het is zo erg, is het niet, als hij maar afkoelt. Hij moet daar ergens zitten. Hij moet ergens moet hij hier erop kunnen. Dat is wel goed voor de natuur. Maar ik ga zo meteen gewoon even bellen en er is vast wel iemand die dat weet, hoe dat werkt. Die is het wel goed, die is het ook goed. Heb je een klepje los liggen? Niks. Wat is dat voor een... Dat is koelvloeistof. Ja, maar zit hij niet... Hij moet hieronder. Hij moet ergens aan vast, hè? Alleen, is het niet... Dat is misschien niet heel dom, dat het gewoon alleen maar de overloop is. Dat zou goed kunnen, hoor. Is het niet deze? Ver over. Is het niet deze? Ja, het is deze. Ja, Björn, je hebt gelijk. Wel? Ja. Dus dat is die van de overloop. Het is wat het is. Hij is al klaar. Hij is alweer klaar. De druiper is bijna voorbij. Ja. Kun je daar niet gewoon zo'n stoompijp op zetten? Hij is warm, jongens. Ja, dat is niet normaal. Alleen vraag ik me eigen af. Als het hier uitspuit, komt het hierop. Dus dat is minder erg dan daar. Ja, dat is jouw probleem. Ja, dat is echt, hè. En ja, helaas hoort er ook bij. Ik moet even tanken. Dus ik heb net al getankt. Hij zit weer vol. Ik kan weer gaan rijden. Super. Ik moest ook even plassen. Dus gelijk gebruik gemaakt van het toilet. Ik moet alle eerlijkheid zeggen, ik sta hier al een tijdje. Ik zit op de route, maar er komt gewoon echt niemand voorbij van heel de club niet. En de meeste reden is achter mij. Een klein groepje ook voor mij. Ik hoorde net wel iets van lawaai, dus ik heb wel een vermoeden dat er iemand voorbij kwam. Maar het zou er meerdere moeten zijn. Ach ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon rijden. Ik ga gewoon richting de kartbaan. Ik volg gewoon lekker de route. En volgens mij is het nog 48 kilometertjes. En het laatste stukje van de rit heb ik jullie bespaard, want het was gewoon heel saai, snelweg, rechtdoor, naar de kartbaan, bam. Maar, yes, wij gaan karten. Reffen! Lekker, hè? Moet je kijken, hij laat gewoon heel, hè? Nee. Ja, wat, geen rook? Nee, geen rook uit de motorkant. Zo jongens, ik ga ook maar even karten, dus deze die ga ik even aan Kier geven. Dus kan Kier maar even filmen. Dat er een paar druppels op mijn lens zitten. Jongens, echt, het is wat het is. Bizar. Dit was gewoon driften. Ja, er zitten echt druppels op mijn lens. Ik krijg hem niet meer droog. De lens gaat niet meer droog. Volgende deel 2. Het kan zijn dat hij een beetje nat is hier zo. Wij waren aan het driften op die baan. Hoe chill was dat? Dat was echt heel gaaf om te doen. In het begin had ik er niet eens in dat beetje gelegen. Maar op een gegeven moment voelde die kart een beetje glijden. Zo. Je pakte een paar bandjes mee. En daar was gewoon driften. Elke bocht. Niet normaal, maar super gaaf. Wat dat betreft, het was niet boring vandaag. En zoals jullie zien ben ik net op tijd thuis voor de Formule 1. Dus de rit was best boring. Die heb ik jullie bespaard onderweg naar huis. Ik plof neer op de bank. Wij gaan lekker Formule 1 kijken. Dus ik zou zeggen, abonneer voor meer. Dus vond je deze video leuk? Ook niet vergeten duimpje omhoog te doen. Groetjes! Oh, nee, zo. Thought I met you at the wrong time. Then you caught me on that one night. Girl, I wanna know how this thing get out of my control. Kijk nou, zie je daar? Er liggen steen. En stenen kun je gewoon eten. Ja.